Hallo, goedemorgen. Jullie zitten Anne met de orakelthemakaart van week 4 van 2019. Oh, dat moet ik nog even pakken. Waar heb ik dit nou gelaten? Wacht even, dat wilde ik laten zien namelijk. Oh, ik ben rechtgezegd, ik had nog geen live kijker, dus dat kan nog, eventjes. Voor degene die replay hebt, ja, oké. Ik was gisteren bij Keisha Crowder, Little Grandmother. En ik heb daar, het was echt heel erg gaaf gisteren. Niet zozeer de boodschappen die ze geeft, hè, dat is gewoon bekend. Van gebruik geen plastic, gebruik geen plastic rietjes, want dat komt in het oceaan terecht. En dat doorboort de neuzen van zeeschildpadden en allemaal zulke soort dingen. Maar in ieder geval. De energie was heel goed en als je op Instagram zit, dan heb je natuurlijk een filmpje kunnen zien op Instagram. Tenminste, niet als je alleen op Instagram zit, maar ook als je op Instagram zit en mij volgt. Dan had je daar een filmpje van kunnen zien. Op Instagram plaats ik altijd meer persoonlijke dingen, zeg maar, dan in plaats van op Facebook. Dus misschien heb je dat wel gezien. En ik heb daar dus ook een nieuwe kristal gekocht en die wilde ik heel graag laten zien. Ben ik ook heel erg blij mee. En ik denk, als ik het voor jullie zo hou, moet ik even kijken. Zo. Of zo. Dan kan je het denk ik zien. Tenminste, wat ik erin zie. Nou ja, dan moet ik hem zo houden. Wacht even, moet ik hem opzoeken. Zo zie ik het zelf. En dan draai ik hem zo. Dat ik hier een drakenhoofd in zie. Hier het hoofd. En dan hier zijn kaak met zijn neusje. En dan zie ik hier de kaaklijn doorheen. En hier de ogen. Dus het is echt voor mij een drakenhoofd. Het is ook een lumerische kwarts of een bergkristal. Dus ook als je goed kijkt in te houden tegen licht aan, zitten er al hele kleine streepjes in met codes. En die heeft Keisha Crowder, die steen is meegeweest rond de wereld. Er zit een fantastische energie in. Echt fantastisch om te voelen. En hij heeft een hele hoge energie. En ik vond het echt een hele prettige energie om vast te houden. En ik kom gisteravond thuis, dus ik vertel aan mijn vriend van, nou ja, wat heb je allemaal gedaan dan dat? Ik zeg, oh, en ik heb ook nog een kristal. Dus ik geef hem die kristal. Ik zeg, hou maar eventjes in je handen. En ik weet dat hij nog moet wennen aan hoge energieën. Hij gaat zitten met die kristal in zijn handen en ik ben zo lekker aan het kletsen. Net zoals dat ik nu aan het kletsen ben. En ik kijk opzij. Ik zit daar samen op de bank, kijk opzij. En ik zie zijn oogjes kleiner worden en zijn hoofd zo knikken. Ik zeg van, goh, wel een sterk spul, hè, die kristal. Nou, zegt hij, ik kan zo in slaap vallen. Ik zeg, weet je wat, gaan we naar bed. 8:30 lagen we op bed. 8:45 was hij echt helemaal knock-out. Hij heeft helemaal geslapen, heel de dag door. En het was natuurlijk een fantastische maan vannacht. Dus ik ben nog helemaal hyper van de maan. Rond de nieuwe maan en volle maan ben ik altijd een beetje zo. En ik heb een fantastische uitzicht vanaf mijn balkon gehad op de maan. Ik heb hem helemaal rood zien worden. En ik heb gewoon een dikke jas aangedaan. Een dikke kleed eroverheen. Een dikke deken eroverheen. En ik heb gewoon fantastisch een healing staan doen. Ik heb op een gegeven moment heb ik een Facebook post gedaan. Voor degene die dat willen, heb ik een healing gedaan. En het was ontzettend mooi om te zien. En mijn vriend is gewoon knock-out geweest, die kan dan niet zo goed tegen hoge energie. Die heeft nergens iets van gemerkt. Dus ja, dat kan ook. Dus ik wil hier straks ook een healing mee doen. En morgen dan gaan we natuurlijk dinsdag de tweede les in van de webinar serie Start 2019 goed. En morgen gaat het over uitlijnen of op één lijn brengen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Wanneer je ook überhaupt iets in je leven wilt manifesteren, dan is het handig als je daarop uitgelijnd bent. Wanneer je in de flow wil zitten in je leven, dan is het handig dat je op je hogere zelf of het goddelijke of divine energy bent uitgelijnd. Wanneer je in de flow wil zitten en dingen in je leven wil aantrekken, is het handig als je hoofd, je hart en je buik uitgelijnd zijn op één lijn. Want als je hoofd denkt, ik ga dit doen, en je hart denkt, nou, ja, het voelt toch niet helemaal goed, dat wil ik eigenlijk doen. En je buik denkt, nou, ik ga die kant op. Dan kan je een soort van, ik noem het maar eventjes, een spirituele scoliose hebben. Waarbij dingen niet uitgelijnd zijn. In ieder geval van elkaar verwijderd zijn. En het is handiger wanneer je hoofd, je hart en je buik uitgelijnd zijn. Zodat je helemaal in de flow bent en alles gaat stromen, zeg maar.
Dus aanstaande zaterdag, dan kan je nog opgeven. Je hebt nog 1-2 dagen om je op te geven, eventueel voor de Engelenkaartenworkshop. Dat is aanstaande zaterdag, de 26e januari. En dan in februari, het eerste weekend van februari, of tweede weekend is dat, 9 en 10 februari, geef ik weer een Usui Reiki 1 cursus. Dus heb jij al jaren de wens om Reiki 1 te leren, dan kan dat in 19 februari. Dus ik heb, omdat dit dus op een drakenhoofd lijkt, in mei, en ik zie hier dus de draak in, en ik wil er niet de draak mee steken, maar omdat deze kristal heel erg speciaal is, heb ik ervoor gekozen om deze week de Dragon Oracle Cards te pakken van Diana Cooper. En dat leek me wel heel erg toepasselijk bij de maan die het is. Het is een wolfmaan natuurlijk vandaag, vannacht, vanochtend. En ik hoop dat je wakker was en ik hoop dat je het proces hebt gezien. Want het was echt, de energie was fantastisch, het was heerlijk stil. En het was zo helder de lucht en het was zo mooi om de maan te zien. Dus ik hoop van harte dat je wakker was. En ik heb denk ik heel eventjes geslapen. Voor de rest ben ik van de hele nacht wakker geweest. Oké, nou, ik weet niet of je dat zag, maar er vloog een kaart uit. Dus de kaarten hadden zoiets van, je hebt nu lang genoeg geschud, kies een kaart. Oké, nou, heel mooi. Ja, perfect. Ja. Nou, hier kunnen we gewoon met z'n allen wat mee. Oh, waar zitten we? Zo, om die kant heen. Zo. Earth Dragon clears your path. Oh, moet ik het houden. And the land around you. Stay grounded, be ready to serve. Stuck energy is clearing. Ik kan het laatste stukje niet lezen. You can move forward in life. Dat is de Earth Dragon. Ja, ik vind het fantastisch zoals je het ziet. Nou, en hij heeft ook nog die spiraal hier op zijn schouder zitten. En dan hoe dat blauw door de steen heen loopt. Dus ik op YouTube ben ik weer gaan zoeken. En ik heb twee muziekstukken gevonden op 432 hertz. Het zijn korte muziekstukken, dus soms duurt mijn healing wat langer. Dus ik heb twee muziekstukken bij elkaar gezet. Ik zou beginnen met de eerste, dat is de Dragon's Breath is dat. Dat is een hele mooie muziek, dus laten we daar maar een healing mee doen. Dus we doen een healing met, ik heb vanochtend natuurlijk al de